Dankzij Rick van Stippend worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Ja, wat zal het deze week toch weer zijn? Geen youngtimer of sportwagen of een auto die in het museum hier achter ons al staat te shinen. Nee, we zijn bezig met een restauratie van een auto van maar liefst 1,5 miljoen euro. We gaan jullie dus vandaag meenemen in het restauratieproces, waarin het dus eigenlijk allemaal niet zo hard blinkt. We dus nog volop aan het werk zijn om het eindresultaat neer te zetten. Maar er is wel één onderdeel afgerond en dat is tevens ook het meeste werk geweest. En dat is het body, laswerk en de bodemrenovatie van deze 300 SL van de eind 50e jaren. We gaan eerst eens even kijken naar hoe dat die auto er eigenlijk uitzag toen er nog geen lak op zat. Die auto hebben wij aangetroffen in complete chaos. Het was één grote gatenkaas. Dat was ongekend eigenlijk. Dus we zijn letterlijk wekenlang aan het lassen geweest, strak maken, alles opnieuw in de kleur moeten zetten. De techniek hebben wij cosmetisch hersteld, want de techniek dat wilde de klant graag zelf doen. Maar we hebben wel gezorgd dat het er allemaal als nieuw uitziet. Dus dan krijg je dit als eindresultaat. Je ziet hier een onderkant die fabrieksnieuw is, die zo goed als nieuw is, maar dan wel, wat is het, bijna 70 jaar oud ondertussen, dus echt wel mega. Een buizenframe. En waarom? Nou ja, het is een cabrio, dus hij tordeert enorm. Torderen is het bewegen van de koets tijdens het rijden. Dus op het moment als een auto geen dak heeft, dan heeft hij ook niks om op te rusten. Snap je wat ik bedoel? Dus hij beweegt een beetje. Dus de carrosserie beweegt, dat noemen ze torderen. Je ziet wel dat autoontwerpers, zeker van die tijd, tekenden eigenlijk een soort dier na. Weet je wel? Valt jullie dat niet op als je naar een auto kijkt? Bijvoorbeeld een haai of een wesp of kieuwen of vinnen, kijk eens. Het is echt een afgeleide van een dier, vind ik altijd. En ik vind dit daar ook een heel mooi voorbeeld van. En wat voor dier het dan is, dat mag je zelf even invullen. Maar je snapt ongetwijfeld wat ik bedoel. Hier achterin zie je nog een kleine bewerking zitten. Want daar zat namelijk geen metaal meer, dus dat hebben we helemaal erin moeten maken. Het moeilijke aan deze renovatie is ook dat, en het leuke trouwens ook wel, die klant... En dat ga je niet geloven. Die klant rijdt al 30 jaar met deze auto. In weer en wind. En kocht hem destijds, niet voor een habbekrats, maar wel voor heel weinig. En die heeft dus 30 jaar lang in dagelijks verkeer met deze auto rondgereden. Skivakanties deed hij ook met deze auto. Dan deed hij gewoon de skis op het dak binden en ging hij daar gewoon mee naar Oostenrijk. Ja, het is ongekend. Dus hij zei, Rick, allemaal hartstikke leuk, maar ik wil wel dat die in de originele hoedanigheid blijft. Dus geen body-off restauratie, geen volledige nieuwe motor erin of eruit. Nee, we moesten met de auto hoe dat die was, alles wat eraan mankeerde, moesten we repareren. En dat maakte het een toch wel moeilijk project. Achter elke auto schuilt een persoonlijk verhaal. En dit is er dus ook weer zo één daarvan. Wie gaat er nou 30 jaar lang met zo'n auto rijden in weer en wind? Ja, dat doen markante mensen, doen dat. En dat maakt het leuk. En dat geeft zo'n auto niet alleen economisch waarde, maar ook emotioneel. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Zo gaan wij volgende week een nieuwe cabrioletkap plaatsen. Waarvan we het frame nog eerst aan moeten pakken, op moeten bouwen. De auto nog helemaal na moeten polijsten. Het interieur nog moeten renoveren. En ga zo maar door. Dus nou kom je er ook achter dat zo'n auto helemaal aanpakken, dat vaak een urenvreter is. Hè? Maandenlang steek je daar tijd in en dan de laatste 3 weken wordt het pas eigenlijk echt mooi. En ik denk dat we dat traject, dat we daar volgende week mee gaan starten.